Yo, VancoGamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op VancoGames. En jongens, smash meteen eventjes die like op deze aflevering. Laten we de 1000 weer gaan aantikken, want ik denk namelijk dat we vandaag een heel eind gaan komen met ons gloednieuwe huis. De vorige keer hebben we een beetje de basis aangelegd. We hebben de veranda, dit is ondertussen al gebouwd. En ik heb ook een beetje de grove omvang van mijn huis neergezet. Dit is eigenlijk een beetje hoe ik hem hebben wil. Ik wil hem eigenlijk ook nog wel een klein beetje breder maken, dus we moeten dit zo meteen eventjes een klein beetje weghalen. En dan komt er een plat dak bovenop. Misschien moeten we ondertussen ook vandaag beginnen aan het tunneltje eronder, waar we misschien een opslagruimte kunnen bouwen. En dan denk ik dat ons huis eigenlijk al voor een groot gedeelte af is. Want dat heb ik namelijk ook in de vorige aflevering gezegd. Ik wil deze keer niet zo'n enorm grote mansion als dat ik altijd bouw in Minecraft Survival. Ik wil een beetje gaan proberen om wat meer in harmonie met de natuur te leven. En als we natuurlijk een hele grote mansion neer gaan zetten, ja, dan valt het natuurlijk wel echt op dat ik daar aan het wonen ben. Ik wil proberen om een beetje natuurlijker te leven. Dat is hoe ik het graag wil. Dat het er een beetje mooier uitziet. En daar moeten we natuurlijk wel een en ander aan moeite voor doen. Bijvoorbeeld dit. Ik kan natuurlijk wel zo, als ik nou deze kant ook een soort van, oh, niet voor mijn neus opbakken. Weg met de blok. Als ik nou ook een beetje aan deze kant een verandaatje doe, dan kan ik misschien daarachter een schuurtje maken bijvoorbeeld. Dat is ook wel leuk. In plaats van een grote kelder onder de grond met allemaal kisten, zou ik misschien ook gewoon een simpel schuurtje kunnen bouwen. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Normaal denk ik altijd veel te moeilijk met dit soort dingen. Ik moet gewoon leren om het voor mezelf simpel te doen. Hoe simpeler, hoe beter. Want hoe simpeler, hoe minder fouten ik kan maken. En ik maak nogal veel fouten in mijn leven, dus dat moeten we proberen te vermijden. Als jullie trouwens nog leuke ideeën hebben, hè, voor dit huis, laat ze weten, gooi ze in de comments. Want we zitten nu nog een beetje in de bouwfase, dus als we nu nog mogelijkheden hebben, dan kan ik ze volgende week, als ik de afleveringen voor volgende week ga opnemen, kan ik ze proberen om te verwerken in de afleveringen natuurlijk. Hè. Want ik heb echt zoveel dingen gehoord van jullie ondertussen die ik al moet doen en die ik allemaal af moet maken en waar ik waarschijnlijk veel te veel tijd voor kwijt ga zijn, maar die wel tof gaan zijn. Ik wil gewoon proberen om eigenlijk dit een soort community project te laten zijn. Ik bouw en jullie verzinnen. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Hopsakee, waar zijn mijn stokjes? Oh, hier. Goedemorgen. Het is nog vroeg, zullen we maar denken. Hopsakee. Iron shovel. Toch eventjes net weer wat beter. Heb ik nog wat te eten? Ja, aardappels. Hopsakee. Lekker ontbijt. Heerlijk. Ontbijten met aardappel. We zijn niet in Engeland, jongen. Ooit eens een keertje in Engeland heb ik een ontbijt gehad. Een English breakfast. Dan krijgen we dus gewoon gebakken worst. En paddenstoelen krijg je dan 's ochtends voor ontbijt. Alsjeblieft, niet zeg. Ik wil gewoon een bordje muesli. Dat is wat ik wilde, maar dat hadden ze niet. Dat had alleen maar echt smerige dingen. Gebakken bonen. Bonen in tomatensaus voor ontbijt. Dat is toch niet lekker? Wie verzint dat? Welke maffe Engelse vent heeft besloten? Er is hier trouwens nog een complete tunnel. Waarom kom ik hier nu pas achter? Er is hier een complete tunnel. Wat de F? Dit is een verrassing. Een verrassing de grande. Oh nee. Een verrassing petit. Het is maar een klein dingetje. Maar er zit wel weer kool en een beetje ijzer. Dus nou, hey, weet je. Of dat je het hebt of niet. Hey, maar toch even, nou we het over ontbijt hebben. Hè. Deze afleveringen komen vroeg online. Dus waarschijnlijk zit een flink aantal van jullie aan zo'n ontbijt. Op het moment dat ze deze afleveringen kijken. Wat ontbijt jij nou eigenlijk 's ochtends? Ik probeer het een beetje af te wisselen. Af en toe een beetje muesli, een beetje broodje af en toe. Maar daar houdt het eigenlijk wel weer een beetje mee op. Af en toe heb ik ook van die knijpjoghurtjes. Die zijn ook wel lekker. Maar wat vinden jullie nou lekker voor ontbijt? Als je deze afleveringen aan het kijken bent, wat wil je dan hebben? Wil je dan muesli, eieren? Wat wil je? Laat eens even weten. Gewoon puur uit interesse. Ga ik ondertussen puur uit disinteresse dit hele stukje deurt weghalen. Dan zat ik gisteren ook al tegenaan te hikken. En het moet gewoon weg. Dit is lelijk en het moet opbokken. Als iets lelijk is, moet het weg. Behalve ik natuurlijk. Ik weet dat ik ook niet moeder het mooiste ben. Maar ik blijf gewoon hier. Oké, okay? Ik blijf hier en dit ding moet weg. Zo, hapske. Aan de kant. Dat zorgt er namelijk voor dat we dit, deze voortuin, misschien ooit eens een keertje kunnen gebruiken als moestuintje. Dat we dat als een soort echte Amerikaanse moesvoortuin kunnen neerzetten. Met graan erin en met aardappels en al dat soort dingen. Zitten er trouwens nog nieuwe groenten in Minecraft? Wat ik weet, er zijn aardappels, er is bieten, wortels, graan, suikerriet. Valt technisch gezien natuurlijk ook onder groenten. Maar wat voor dingen zijn er nog meer? Zijn er nieuwe dingen bijgekomen? Appels zou kunnen, paar appelboompjes. Dat zou op zich leuk zijn. Maar zijn er nog meer dingen bijgekomen? Dingen die ik natuurlijk weer helemaal niet ken. Want laten we eerlijk zijn, ik ben de hele tijd weg geweest met Minecraft. En ik heb wel een paar dingen bijgeleerd ondertussen. Allemaal vooral over paleizen onder de grond, onder water, al dat soort dingen. Nieuwe mobs heb ik geleerd van jullie. Dat er allemaal, hoe heet die dingen nou? Phantoms waren of zo.
dat als ik te veel honger heb, komen er phantoms. Oké, nou ja, het zal. Maar misschien zijn er ook wel gewoon nieuwe dingen bijgekomen die mij niet aanvallen. Zoals bijvoorbeeld groente. Groente valt je over het algemeen niet aan. Tenzij je last hebt van een heel irritant agressief worteltje. Maar dat heb ik natuurlijk niet. Dus zijn er nieuwe dingen bijgekomen? Laat eens even weten. Want dan kan ik ze gaan zoeken en dan kunnen we ze proberen in mijn huis te krijgen. Of in mijn tuin, dat zou ook wel heel erg mooi zijn. Deze wil ik denk ik eentje hoger hebben. Even kijken, zo. En dan moet hier eigenlijk straks glas in, zo, als een soort grote ruit. En dan moet er hout bovenop. Maar zo te zien wordt het ook alweer donker. Het ziet er wel leuk uit, al zeg ik het zelf. Misschien dat we het ook nog even kunnen afmaken. Meteen een klein stukje. Nee, wordt er gevaarlijk. Bekijk het. Ik ga mijn huis in. Bekijk het lekker even. We gaan even lekker zweven naar Dromenland. En dan zo meteen weer verder. En dan moet er namelijk een houten dakje bovenop. Of is dit te hoog? Ik vind het eigenlijk te hoog. Het is niet in verhouding. Het is, nee, dit moet er weer af. Oh. Misschien moet ik gewoon eerst een keertje denken en dan doen. Dat zou op zich ook wel echt een prima idee voor mij zijn. Eerst denken, dan doen. En dan moeten we ook nog eens even kijken wat voor soort hout we er dan bovenop doen. Eigenlijk wil ik de donkere hout erop hebben. Dat dark oak wood. Maar dat hebben we hier in de omgeving niet staan volgens mij. Dat is dan weer een beetje jammer. Of misschien kunnen we wel... Kunnen we dat donkere steen gebruiken misschien? Ik had het ook voornamelijk gisteren had ik het er ook al over. Want dat we dit huis van dioriet gaan bouwen... Dit heet het tot dioriet, ja. Wil natuurlijk niet zeggen dat we die andere stenen niet gaan gebruiken. We kunnen ze natuurlijk wel gebruiken als detail en om een beetje kleurschakering aan te brengen. Anders ziet. Misschien dat we het dan toch wel net eventjes een beetje anders zien. Dus laten we eens kijken hoe dat eruit ziet. Anders ziet als een soort dakpan. Even kijken. Zo. Hop. Kijk, dan moet het een beetje uitsteken. Maar op zich. Op zich. Of zullen we gewoon hout doen? Misschien ook wel mooi. Gewoon simpel, old school Minecraft hout. Niet al te ingewikkeld meer doen. Hopsakee, moet natuurlijk wel even goed zijn, anders ziet het er niet uit. Deze moet moven. Deze moet daarop. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het hout mooier. Het hout past meer bij de natuur. Het hout komt ook natuurlijk weer terug in de veranda. Dus dan krijg je een beetje een eenheid. Dat is wat ik wil. Alleen, ik heb geen hout meer. Want ik heb de vorige keer al mijn planken... Oh, al mijn houten planken omgezet. Vet dom. Heb ik nog ander hout? Nee, zeker. Dus er zit bij één ding op. Kill alle bomen. Waar gaan de bomen dood? Hebben we nog ruimte? Ja. Waar gaan de bomen dood? Aan de overkant gaan de bomen dood. Want de bomen aan de overkant zijn altijd groener dan mijn eigen bomen. Dus die bomen gaan hier gewoon weg. Ik heb ze daar niet nodig. Misschien dat we ze later trouwens wel weer terug gaan planten. Want ik heb wel heel veel saplings. Die we allemaal kunnen gebruiken natuurlijk. Hè? Het is zonde om de hele natuur te slopen. En dan vervolgens te zeggen dat ik in eenheid met de natuur wil leven. Dat zou een beetje heel erg hypocriet zijn. En dat willen we niet. Ik ben geen hypocriet. Ik wil gewoon zorgen dat alles hier weer netjes eruit komt te zien. Eén met de natuur is zorgen dat de bomen terugkomen als je ze weghaalt. Het liefst twee bomen voor elke boom die je weghaalt. Dus één boompje slopen, twee bomen terug. Dat zou een goed systeem zijn. En dat zou de mensheid ook eens moeten doen. Zo, hier, politieke boodschap in Vacuum Games. Punt. Hopsakee. Bomen weghalen is twee bomen terugplanten. Per boom die je weghaalt, vind ik wel. Dat zou dus in de Amazone ook eens moeten doen. Hoeft Greenpeace tenminste niet zo te zeuren. Laten ze mij eens een keertje met rust. Heb ik ondertussen al saplings? Ja, twee. Oké, nou, hoeveel bomen heb ik weggehaald? Heel veel zeker. Eén. Twee. Niet meer saplings? Ik had er hier ook een natte weggehaald, of niet? Dat is raar. Ik had heel veel bomen gesloopt. Ik heb al 23 goud. Waar is de rest naartoe? Vet raar. Nou ja, weet je, het zal. Ik kan wel eventjes mijn spulletjes gaan halen. Oh, ik moet trouwens ook leren zwemmen. Wacht, ik moest op control drukken. En dan ging je zwemmen. Wacht eens even. Maar dat is een partij tof. Dat wist ik helemaal niet. Nou, ik wist het eigenlijk wel, maar ik wist het van tevoren niet. Totdat jullie het me vertelden. Je kan gewoon zwemmen in Minecraft, dat is vet tof. Maar over dit. Dit is nog steeds gewoon langzaam waden. Oké, wow. Goedemorgen. Ik kijk recht in je ziel. En ik zie wat je gisteravond gedaan hebt. Moest je dat gisteravond ook doen? Ik vond het echt niet netjes. Eens even kijken. Ik heb saplings. Hier, ook saplings. En die gaan we gewoon naar de overkant brengen. En dan gaan we doen wat ik zei dat ik zou doen. Voor elke boom die ik weghaal, twee bomen terugplanten. Ons denk aan de natuur. Hopsa. En hup. En zwemmen. Dan komen we tenminste nog eens ergens.
Dat is vet een andere functie dit. Hoef ik die best niet elke keer van die bootjes mee te nemen. Kijk, nou zijn ze er wel, hè, saplings. Oké, hier was er eentje weg, maar hier was ook ergens eentje. Zo. Dus dat waren 4 bomen. 5, 6, 7, 8. Zo, hopsakee. Ons berg goed voor de natuur. Deze ook nog even moeven, want deze boom die mag ik gewoon echt niet. Deze boom was echt gewoon... Bah, vieze boom. Dus dat is 1 boom weg. 1 boom extra erbij. Ergens. Waar kunnen we nog ruimte? 1 boompje extra. Waar kan er nog eentje? Hier kan er misschien nog wel eentje. Met een beetje mazzel, hè. Ze moeten natuurlijk wel precies passen. Als ze niet passen, dan passen ze niet. Dat is diepzinnig. Dat moet op een tegeltje. Als het niet past, dan past het niet. Nou. Misschien moet ik dat maar eens een keer op een Vaco Game shirt zetten. Als die niet past, dan past die niet. Zou wel kunnen. Zou er echt kunnen ook trouwens. Dat is een goede diepzinnige kreet. Deze willen we hier bovenop hebben. Dus deze moet weer even moven. Waar is mijn pickaxe? Hier. Ik heb een betere pickaxe. Daar. Hopsakee. Want die andere gaat sowieso kapot. Dus deze moeten we nou proberen om hier helemaal... Kijk, dit gaan we natuurlijk never nooit van elkaar krijgen. Dus er moet een bepaalde manier zijn om die dingen er tegenaan te plaatsen. Zo. En dan zo, zo. En zo wil ik ze eigenlijk allemaal hebben. Maar misschien moet ik dan toch eerst eventjes een dirt dingetje doen. Oh. Gewoon in ieder geval een stukje. Zodat we kunnen zien hoe het eruit komt te zien. En dan maken we morgen maken we dak af. Ik denk dat dat het beste is. Gewoon eens even kijken hoe dit eruit ziet. Van een afstandje. Altijd alles van een afstandje. Dat ziet er toch eigenlijk best wel tof uit. Ik ben hier heel tevreden mee. Morgen gaan we hiermee verder. Morgen gaan we proberen om het hele dak af te maken. Misschien dat we het ook wel voor elkaar kunnen krijgen om alvast wat glas te krijgen. Want er moet natuurlijk wel glas in. Anders lopen er zombies zo naar binnen en daar heb ik geen zin in. Maar het wordt wel tof, vind ik zelf. Mocht je het ook tof vinden worden, smash dan eventjes een like op deze aflevering. Als je dat natuurlijk nog niet gedaan hebt. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op Vaco Games, ga dat zeker even doen. Want ik kom natuurlijk elke dag van maandag tot en met vrijdag om 6:30 een gloednieuwe aflevering. Smash op dat belletje, smash die like, laat even weten wat je vindt. En jongens, hopelijk zie ik jullie dan morgenochtend weer terug. 6:30 hier op Vaco Games voor de volgende aflevering van Minecraft Survival. Mazzel!